Waarom denk ik nou echt dat dit echt zoiets van... Ja, it's just a prank, bro. En dat er uiteindelijk gewoon helemaal geen einde is. En dat ik gewoon eigenlijk gedoemd ben om hier voor eeuwig in vast te zitten. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Minecraft map van een kijker. Wij hebben hier Jodon. Sta op de pressure plate hier beneden. En dan krijg ik gelijk een hele scheidlading aan diamonds en een iron sword en dit. De regels en eerst lezen, oké. Jodon, ik heb een map voor je gemaakt. Ik hoop dat je hem heel leuk vindt. Het heeft me namelijk veel tijd gekost. Er zit parcours in en misschien een doolhof. Smiley face. Veel succes. PS, lees de regels. En dit zijn de regels. Je wordt automatisch in een goede game mode gezet. Ga dus niet kloten met game mode. Please. Alleen fly als het echt niet lukt. Bij het parcours zit je in game mode, dus je mag fly, alleen niks overslaan, alles is mogelijk. De laatste regel, speel op difficulty peaceful, have fun en veel succes. Oké, dan vraag ik me af, hè. Als ik in peaceful moet spelen, waar die dus nu op staat, waarom krijg ik dit en dit dan? Nou ja, we flikkeren hier gewoon even naar beneden. En we gaan eens even kijken wat er van ons verlangd wordt. En dan hebben we hier... Het eerste parcours. Geinig gebruik gemaakt. Nou ja, ik weet nou niet. Oeh, daar staat een bordje, by the way. Ik weet nou niet of dit, zeg maar, zelf gegenereerd is. Of, ja, oké, inderdaad. Wat nou als ik val? En dan? Nou ja, volgens mij kan ik dan gewoon lekker deze kant op. Rechtdoor. Oké, rechtdoor. Ik ga nog steeds rechtdoor. Dat was... Ik kan niet in dat gaatje, jongens. Dan is het niet meer rechtdoor. Dan is er op een gegeven moment linksaf. Ik zie het al. Kijk hier. Button. Ik doe eerst deze. Druk nogmaals. Dat is een troll. Gewoon negeren deze button. Sloop het stone blok onder de laatste button. En sorry man. Oké, slopen. Zijn we nog wel even mee bezig. Hoppa, kijk daar heb je hem. Verdomme constant, die druk nogmaals. En dan zit hij echt zo thuis te genieten joh. Troll, het is een troll. Ja, van trolls, dat... Of nee, nog een betere. It's just a prank bro. Mooi werk. Je bent bijna op een kwart of misschien niet, nog niet eens. Alright. Haha. Omdat jij het bent, doolhofje, rustig blijven dan, vind de goede pressure plate. Oké, ik stel gewoon voor dat we in één keer, misschien rechts van je. Ja, maar dat is een muur, yo, dat is een muur. Oké, deze doet niks. Even kijken, hier begonnen we, hè. Waar, deze dan? Verkeerde, sorry man. Ja, dan moet je er ook maar niet zoveel neerzetten. Dan hoef je ook je excuses niet aan te bieden, hè. Deze bedoel ik niet. For fucks. Deze. Dit is gewoon jammer. Zo slecht. Yo, je moet niet zeggen dat dit slecht is. Want hoe moet ik nou weer weten welke pressure plate juist is? Mooi werk. Ik dacht dat je het had opgegeven. Op naar het volgende level. Ben je het al zat? Nee. We zijn ook maar net begonnen, joh. Wat er gebeurt er als ik hierop druk? Waarom heb ik het echt gevoel alsof hier gewoon echt zombies uit moesten komen of zo? Ja, dit werkt niet echt. Want ja, dit is een dispenser en het geeft niks. Ik moest in peaceful blijven. Ja, daar zit je dan te kijken naar lava putjes hier. Ja, dat is interessant. Misschien dat er iets verstopt zit in een lava putje. Lijkt me erg onwaarschijnlijk. Nope. Nou, ja, dit was het. Oh. Oké. Ik was even ongeduldig en ik beukte even door. En kwam ik uiteindelijk hier terecht. Ik weet niet of ik zeg maar hier hoorde te komen. Of nu al. Maar ik zat vast in dat, hoe heet het namelijk? In die arena. Eens even kijken. De checkpoint. Ik zal hier waarschijnlijk niet in één keer... misschien zou ik dan hier geteleporteerd worden of zo. En dan checkpoint, en dan mag je beginnen met het parcours. Dat is de enige manier waarop ik zou bedenken van ja, dat is dan het punt om verder te gaan. Wop, kleine sprintsprongetjes, verdomme man. Maar gelukkig zou je dit gewoon echt zo kunnen overslaan.
Want ja, je hebt hier een verhoogde rand en dan ga je zo in één keer verder. Maar dat is niet allemaal de bedoeling, hè? Kleine jump. Kijk, dit zijn dan de ruimtelijke jumps. Die kunnen wat sneller genomen worden. Ook deze is mogelijk. Ja? Ja, hier zie ik niet zozeer moeilijkheden bij, hoor. Boek, 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 boek. Waar je net in was. Ja, dat was dat. Het begin. Ja, dat is daar. Pas op staan als je klaar bent. Oké. Woep. Pardon. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, laten we dat nogmaals eens doen. Hey, de pressure plates. Oh nee, ik dacht al. Ja, dan land ik hier nu. Oké. Het parcours en het doolhof heb je gehad. Nu nog een adventure gedeelte. Voor je klikt, kijk achter je. 1 XP. Heb hier voor Diamond Sword. Floep. Oké, let op. Je bent wel al je levels kwijt. Want je gaat het nodig hebben. Ik zou het gewoon doen. Oké, bullshit. Flop. Oké, dan ben ik uiteindelijk hier gespawnd. En wat is de bedoeling? Druk hier voor een zombie invasie. Inclusief checkpoint. Zoek de uitweg. Let op. Je hebt... heb je nog het stone blokje? Succes met zombies killen. Difficulty. Staat de difficulty op easy? Nee. Maar misschien als ik op de knop druk, dat hij dat dan uiteindelijk verandert. En ik ben mijn stone blok kwijt. Dus ik weet niet of ik per se een stone blok nodig had. We gaan voor de zekerheid fixen we dat gewoon hier. Stone blok. En voor de zekerheid zet ik ook gewoon... fuck it, zet maar op normal, joh. Zal wel prima zijn. Hey, spawn, spawn, spawn. Oké, u mag spawnen. Ja, dat is alleen met... Oh god, oké, daar zijn ze. Oké. I get it. Oké, misschien was normal toch niet zo'n goed idee. Oh god, are you kidding me? Yo, nee, oké, wacht eens even. Hij gaat toch weer eventjes op easy gezet worden, want dit is belachelijk. Een diamond swordje had hiervoor inderdaad best handig geweest. Maar dit is belachelijk, dit zijn er gewoon too much. Onderbreek het met, ja oké, het is onderbroken. Het is onderbroken, oké, het is gewoon niet onderbroken. Fuck me. Fuck. Er mag niet meer gespawnd worden. Stop it. Ja, ik ben dood. Ik ben zo goed als dood. U mag mij Don noemen, de dode man. En het mooie is, je hebt nog geen keep inventory. Daag. U mag doorgaan. En zelfs met een diamond sword had me dit gewoon niet gelukt, weet je. Dat zou gewoon niet lukken dan. Hier, zelfs al mijn diamond spullen zijn weg. Oh, kijk, hier. Bloep, bloep, bloep. Die zouden we dan daar neer moeten zetten en dan, hoppa, druk op de knop. What do we have here? Volgend level. Checkpoint. Zo. Oké, daar zijn we dan. Een kaart. Ik wil graag een kaart. Er is geen kaart. Men zet een minecart hier neer. Men gaat zitten, men drukt zo en dan wordt dit geactiveerd en dan schuiven we naar rechts en dan boeken we omhoog. Geinig systeempie. Woep, 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 woep. Nou, ik zit wel even lekker achterover. Ik neem even wat te drinken. Dit gaat zijn gangetje wel. Mooi in het sneeuwlandschap. Terug naar het begin. Of toch niet, want we boeken er langs. Kijk ons gaan. Langs alle comment blocks. Hoe lang is dit ritje? Want had je niet even een ETA kunnen geven? Van ja, het duurt ongeveer 2 minuten, 1 minuut. Anders had ik even een plaspauze voor mezelf kunnen inlassen. Oké, daar staat een bordje. En op het bordje staart. Stap maar uit. Alright. Bedankt voor het spelen van mijn map. Ik hoop dat je het leuk vond. Klik om de button om te kijken. Klik hier om opnieuw te beginnen. Map gemaakt door Berend. Nou, Berend. Het was een kek mappie. Jammer dat die ene kamer niet wilde werken. Want ik had totaal geen idee wat ik daar moest doen. Dat was ook niet duidelijk. Dus ja, dat was eigenlijk een domper. Zoals ze dat noemen. Maar voor de rest zat hij gewoon geinig in elkaar. Bedankt voor het opsturen. Van mij krijg jij een 6,8. Door naar de volgende map. Wij hebben hier Jodon. Leuk dat je mijn map hebt uitgekozen. Het is een parkour map. Het doel is om het einde te halen. Veel plezier. Map gemaakt door Fire Blackjack. Minecraft naam, echte naam. Fire Blackjack, wat? You're bullshitting me. Oh, hier staat... kijk hier. Fire Blackjack en hier staat Tycho. Oké, Tycho, je mag vliegen, druk op de knop als je klaar bent, go! Wat hebben we hier? Gebruik controle om te sprinten, tip, kijk omlaag. Dat is voor dit zeker, hoppa.
Gebruik dezelfde tips. Hoppa. Kijk, dat wil werken hoor. Dat wil baten, hè? Le checkpoint. Ga over de ladders en niet door het water. Over de ladders en niet door het water gaan wij naar oma toe. Eerlijk, ik heb het gevoel alsof deze gewoon zo snel mogelijk valt te skippen, zeg maar. Maar let op, hè. Pak je die en dan zou die eigenlijk in één keer zo door moeten jumpen. Maar je blijft vasthangen. Ah, nee, kijk, zie je, het is wel mogelijk, hè. Ijs. Verdomd! Kijk, bij ijs moet je ook zo'n momentum hebben, zodat je in één keer eroverheen kan scooten. Zoals dat. Checkpoint. Hop. Hoppa. Kijk, dat gaat goed. Hop, omhoog. Deze kant op. Dit is waarschijnlijk nog een checkpoint. Ja. Een onzichtbaar doolhof. Nee. Of ik boekte er gewoon in één keer doorheen, maar dat lijkt me niet. Volgens mij werkte die blokken, die barrières, die werkten volgens mij niet goed. Maar we friemelen gewoon ons er een beetje doorheen. Dit moet er toch echt vreemd uitzien, al zie je die barrières niet. Dan zie je gewoon echt een persoon zie je struggelen door een beetje naar links en naar rechts te gaan. En probeert hij de uitgang te pakken. Er zijn in ieder geval genoeg checkpoints, ook al is het een beetje onnodig, want ik zit in game mode 1. Dus ik vlieg gewoon terug. Maar er is aan gedacht en daar gaat het om. Hop, oh, de jammer hè, de laatste. Hup. Ja, hier moet ik zeker weer zo dat omlaag kijktrucje gebruiken. Oké. Zelfs dan wil hij niet baten. Maar kan ik ook gewoon letterlijk op dit uiteinde staan? Ja, oké. Ook al staat er niks. Dan moet je gewoon een beetje bedenken van... Ja, daar is ongeveer het einde van de hekkie en hoppa. Oh, kom op, man. Zonder zoveelste keer. Oh, kom op, man. Als het nog één keer niet lukt, dan ga ik... Ja, dan ga ik cheaten. Dit kan een beetje gaan buggen... Wat, je bedoelt deze jumps of zo? Oh, omdat je er vanaf geduwd wordt. Aha! Ah, op die manier bukt hij. I get it. Oké, dus we moeten gewoon in één keer doorboeken. Hup. Ja hoor. Maar het was zeker niet de bedoeling dat ik hier zou landen, maar dan hierop. Oké, dan moeten we het weer even opnieuw doen, want we hebben het blijkbaar niet gehaald. Hier. Dat is zo'n stressjump. Net zoals we eigenlijk hier deze constant moesten doen. Dat is de stressjump. Maar dan gewoon echt constant achterop. Nevermind. Stressjump. Hit the minecart. Linker, ik ben niet in range. Misschien al doe ik dit. Nope. Want ik heb het gevoel dat als je dan rechtermuis klikt en dat je erin komt te zitten. Dat het echt zo'n trickjump is als het ware. Oké, we try again. Ja, oké, het is gelukt. Checkpoint. Een TP. Dan zitten we hier. Oh, well done, je hebt het gehaald. Bedankt voor het spelen van mijn map. Hier het einde, omdat ik geen zin had om verder te bouwen. Meer heb ik niet te zeggen. Laters in de blacksmith nog een cadeau. Oeh, ik ben altijd wel van de cadeautjes. Een cadeau. Lol. Oké, wat is het cadeau? Haha, je trapt erin. Ik heb helemaal niks voor je. Ik hoop op een goed cijfer. Ook al was de map misschien wat kort. Nog veel succes met je YouTube kanaal. Voor mensen die op mijn kanaal willen checken. Ik upload bijna niks. Daar heb je hem. Nou, meneer Tigo. Dit was een geinig mapje hoor. Het was een geinig parcours. Leuk in elkaar. Zoals je zei, hij was inderdaad een beetje kort. Hij functioneerde grotendeels wel. Ook al zat ik me echt te stressen bij dat ene Iron Fence jumpje tegen, op die crafting blok als het ware. Crafting table, sorry. Maar voor de rest was hij wel gewoon geinig. Van mij krijg jij ook een 6,8. Ja, ik denk dat dat wel mooi is. Hallo Don, welkom op mapje voor Donnetje. Speel de map in creative. Nou, je mag me ook gewoon Don noemen hoor. Volgens mij ben ik nog altijd ouder dan jij. Kijk naar boven. Ga op zoek naar de boog. Ah, ik ben een mail. Hoera, ik ben een mail. Is dit een mail? Ja. Ja. Kill hier, Dr. Mail. Hier. Oké. Raak dit oog met de boog. Ik heb geen boog. Dus misschien dat ik uiteindelijk nog terug moet keren als ik een boog heb. Ik denk dat dat het punt is. Voor nu gaan wij gewoon eventjes boeken richting het einde. Om te hopen dat wij uiteindelijk hier een boog zullen incasseren. Wat staat er op dit bord? Om de wolken. Oh my god, wolken. Wolken zijn zo diepzinnig. Pff, nope.
Even kijken. Welk bedrijf heeft Minecraft gekocht? Microsoft of Windows? Oh, Microsoft heeft Windows gemaakt. Microsoft. Hoeveel bloemen zijn er in Minecraft? PS, mushrooms meegeteld. Oh, for fuck's sake. 17. Oh, hier. Pak de boog en kill Dr. Mail. Alright. Ik snap niet waarom ik de armor daarvoor nodig heb. Ik klik het per ongeluk ook nog weg. Oh, hier. TP naar de mail. Alright. En dan staan we hier en doen we zo. En dan, wow, oh, gefeliciteerd. Je hebt het gehaald. En Dr. Mail is verslagen. That's it. Ik bedoel, dit is de map. Er is niet meer. Wacht, ik ga hem nu nog even een keer doen, want dit is een beetje apart. Ja, dan kom je hier in de quiz en dan Microsoft. En dan 17. En dan kom je hier en dan moet je terug tp'en. En that's it. Ja, wat heb ik hierop te zeggen? Fuck, hij scoort. En het is ook geen eens een Dr. Mail. Stond er Dr. Mail? Ja, het is gewoon een... Ik bedoel, what the fuck is dit? Weet je, wat is dit? I don't know, ik hou niet van een negatieve attitude, maar fuck, deze was bad. Bedankt voor de map, bedankt voor de moeite. Een 3, I guess. Dan hebben we hier nog een mappie. Hey Don, geweldig dat je mijn map speelt. Speel op easy, niet vliegen, want dat hoeft niet. Ik heb van alles in deze map gedaan, veel plezier. En als het niet lukt, mag je wel cheaten, maar tegen niemand zeggen. Shh, dat is ons geheimpie, hè. Blijf rennen, niet bang zijn, maar rennen. Lichten aan of uit. Oeh, ja, doe maar aan. Aan is prima. Even kijken, ik moest in survival, right? Of... Ja, speel op easy. Oei! Dat was geinig. Jump boost. Whoop. Kijk, dat was leuk gedaan. Parcours 1. Volg het hout. Dit is easy. Al dus. Dat zeg je. Volg het hout. Die kant op. Volg het hout. Ja. Even om het hoekje heen. Verdomd. Om het hoekje heen. Verdomd. Om het hoekje. Verdomd. Kijk, deze zit puur in de weg. Oh, come on, man. En er is natuurlijk ook geen bunny hop of fucking momentum. Oké, never mind. Daar naartoe. En dan daar naartoe. Man zegt, is easy. Kan gelijk bij één jump niet verder. Hunger Games code 1. Oké, Hunger Games. Ik heb een Hunger Games training, want Don kan toch beter. Als je een aardappel hebt, gooi hem in de hoppers. Code 1. Goedendag Don, je hebt een probleem en dat probleem is deze moeilijke vraag. Hoe breed je paarden? Dan moet je eigenlijk zeggen, dan moet je geen Nederlands en Engels door elkaar heen. Dan moet je eigenlijk, hoe fok je paarden? Of how to breed horses. Met een wortel, een appel, tarwe, gouden wortel of een appel. Volgens mij is het met een wortel, dus ik zeg A. Als je het antwoord hebt gevonden, dan moet je het nummer onthouden... En dan bij het letter hoort. Oké, dus ik zeg wortel. Maar wortel is ook voor een varken, weet je. Ja, het zal vast wel wortel zijn, right? Oké, en dat is code 1. Ja. Oké, where do we go now? Ik hoor echt allerlei shitjes gebeuren, maar ik weet gewoon niet. Diamond sword, ja, oké, leuk. Oh, haha. Haksel door de midden. Stop met hakken en dan gaan we nu compleet... Oh wacht, misschien moet ik dan even in game mode 0. Dat is misschien wel zo toepasselijk. Kijk! Oh, als ik de aardappel heb, moest ik hem daarin gooien. Oké, dan moet ik aardappels zien te creëren. Ja, ik heb er één. Hierin gooien. Ja, maar er zit iets in de weg, mate. Ja, for fucks. Geef me even een momentje, jongens. Even hierin gooien. Hoe bedoel je hierin? Daarin. Oké, dat is een deur open. Boek. Sorry, ik kon het niet laten. Dit is een hok. No! Stop it! Ik kom er niet bij. Hoe kom ik erbij? Ik kom er niet bij. Oké, ik eet even dit fucking worteltje. Maar dat is bullshit! Ik kom er niet bij! Hoe moet ik dan... Ik kan er niet doorheen. Fucking... What the fuck is dit? Fuck you. Ik weet geen eens of dat mocht, hoor. Maar anders kon ik niet verder, dus je doet het er maar mee. Had je dat verdomde ding daarbij niet moeten neerzetten? Eens even kijken. Woop. Volg glowstone en ga de witte bunker in. Volg de glowstone. Ei, mate!
Wauw! Oké. Oké, we zijn er. God, dit is een diep gat. Hey, waar moet ik naartoe? Oh, wacht, ik zie het. Hup. Ta-ta-ta-ta. Mag ik... Oh, milk bucket. Ik dacht, dan mag ik even wat melk of shit, weet je. Het gaat zo snel. Niet inkijken. Oké, dan bewaar ik hem nog eventjes. Deze kist eerst. Het systeem. Code... Oh, ik heb hier code 1. Right. Dan heb ik hier het systeem. En code 2, 3 en 4. Maar dan gaan wij eerst even naar het systeem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, dat is hoe het werkt. Code 1 was in ieder geval 1, right? Code 2. Welke liga speelt Dortmund? Dat is de Bundesliga, dat is C en dat is dan 6. Dus 1, 6. Op welk level kan je een zwaard enchanten met vuurbron, fire aspect? Fuck, I don't know. Z is 8. Ik denk 8. Dus D... Een D, oh, D, ja, D, D. D is 8, oké. Dus 1, 6, 8. Heb ik een leuk idee voor een nieuwe serie? Ja, nee. 2, oké, dus 1, 6, 8, 2. Op de server, VC Heroes, iets voor jou. 1, 6, 8, 2. 1, 6, 8, 2. 1, 6, 8, 2. Je wat, mate? Hij werkt niet. Heb ik code 1 dan wel goed? Ah, wortel. Of is het dan 3, 6, 8, 2? 3, 6, 8, 2. Ah, dat is de bullshit. Want dan blijkbaar doe ik bij code 1 doe ik het denk ik fout. Hoe de fuck breed je een paard? Gouden wortel dan? D? Oké, 4. 4, 6, 8, 2. 4. Aha. 4, 6, 8, 2. Am I right? I am right. Ja, ik wist het niet. Je hebt het gehaald. Kijk omhoog. Reageer snel. Woep. Ik heb snel genoeg gereageerd. Val erin. Beweeg niet. Verdomme man. Hé. Ja, ik haal de jump niet. Ik haal de jump nu niet. Ik haal de jump niet. Kan ik nog teruggeteleporteerd worden? Ik kan gewoon niet teruggeteleporteerd worden. Well. I'm gonna kill myself. Oké, laten we dat nogmaals eens proberen. Alleen dan niet met fucking game mode 0. Want dan zijn we gelijk de shock. Moet ik over deze muur heen, by the way? Ik denk het niet. Volgens mij moesten we hier dan in of zo. Er moet hier iets onder zijn, want daar vielen we net. Zo, en dan... Ik weet niet, er is hier iets. Oh, deze. Oh ja, want dat was haalbaar. En pittig duidelijk. Nope. Wow! Oké, ik heb iets te vroeg gehandeld. Mag dat nog teruggezet worden? For fuck's sakes. Ik kan het ook gewoon niet meer terugzetten dan. Dan wordt het gewoon geblokkeerd. Het zeg maar, deze tests zijn niet echt idiot-proof of zo. Oké, even het glas weg en dan... Vloep! En dan moest ik er waarschijnlijk overheen of zoiets. En dan ploep, 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 ploep. Ga in het gat en reageer weer snel. Altijd bij deze, bij jumps moet je snel reageren. Ja, nee. Ik zag hem al. En dan hier ook. Ploep. Spring gelijk en beweeg niet. Dit is wel erg hoog. Beweeg niet, zegt hij, hè? Haha. Sorry, maar het moest gewoon even een doolhof. Okidokie. Okidokie. Daar gaan we om het einde te vinden. Okidokie. Okidokie. Oké, waar is het einde? Is het hier? Wacht. No. Ja, bij een doolhof zou je dus zeggen dat je zeg maar bij de andere kant moet komen. Maar ja, dan heb je natuurlijk van die pressure plate meuk. En dan kan het nog altijd even een keer anders zijn. Want ik weet niet, ben ik nou op zoek naar een uitgang of naar een pressure plate? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen om op zoek te zijn naar dingen. Want de pressure plate zit verstopt. Een einde zit meestal gewoon letterlijk aan de andere kant. Nou. Dit ziet er enigszins rooskleurig uit. Nope. Kijk, zie je, dat zijn die vieze doolhoven. Die je gewoon de valse hoop geven van, ja hoor, je gaat de goede kant op hoor. Ja hoor, uitstekend, ja, doe je goed. En dan opeens, no. Oké, ik ben nu serieus mijn hele richtingsgevoel ben ik kwijt. Ik heb te veel zitten draaien dat ik geen eens meer weet waar het fucking begin is.
Alsjeblieft, let hier ergens het begin zijn. Want dan kan ik weer even, quote-unquote, opnieuw beginnen. Maar ik ben gewoon... Ik ben de draad kwijt. Are you kidding me? Dit doolhof is een fucking meesterwerk. Ik kom er niet meer uit. Ik weet het begin gewoon niet meer te vinden. Ik heb het gevoel alsof ik gewoon constant cirkeltjes zit te lopen. Maar dat kan niet. Omdat je elke keer bij een dood punt aankomt. Waarom denk ik nou echt dat dit echt zoiets van... Ja, it's just a prank, bro. En dat er uiteindelijk gewoon helemaal geen einde is. En dat ik gewoon eigenlijk gedoemd ben om hier voor eeuwig in vast te zitten. Het is gewoon... Oké, je hebt me verslagen. Ik geef toe, ik ben verslagen. Ik weet gewoon het einde niet te vinden. Hé, wat is dit? Wat doet dit? TP. Oké, misschien dat het werkt. Shit, misschien ging ik iets te ver. Nou ja. Vragen over Redstone, vraag ze in de reacties en like de video. Bedankt voor het spelen van deze map. Gemaakt door Barsten en Steat02. Redstone, Barsten, vragen, Steat... Ja, oké, je verzint zelf maar wat daar staat. Wat doet dit? Object successfully summoned. Het doolhof was niet te halen. Trollolo. Zie je wel? Fucking zie je wel? Motherfuckers. Het was gewoon niet te halen. Ik heb er echt volgens mij echt 10 minuten in gezeten. En ik kon gewoon letterlijk niet het einde vinden. En wat je ziet hier is just a fucking prank. Wat een nare man, ouwe. Ik helemaal, ik voel me verslagen. Er was gewoon geen einde. Er was geen einde. Oh my god. Jongens, bedankt voor jullie mappie. Jullie hebben me flink voor de gek gehouden. Van mij krijgen jullie 8,3. Ik denk dat dat een mooi cijfertje is voor deze map. Dan wil ik de rest van jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil jij toevallig ook een map naar mij toesturen? Dat kan, dan moet je even gewoon jouw map opsturen naar het e-mailadres die in de beschrijving staat. Maar de wachtrij is immens lang. Dit is een map uit november 2014 en we zitten nu in begin 2016. Dus reken maar uit. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Minecraft map van een kijker. Doei doei!